vandaag hebben is weer een duivelse start. Het lijkt op de nummer 63. Gelijk in de plaats van de tweede linie komt de nummer 9 aanzetten. En het is de nummer 99 van mij. Heeft hij voldoende pk? Op P3 is het Alex Houdini uit Holten. Onder nummer 9 zijn het Combined Race Team. En nummer 76 uit Leverde. En onder nummer 66 is het Davy Belters uit het Belvieter. Oh. Hendrik de Zoskamp leek even een avond te doen. Maar het is met Mean Machine, maar dan is het natuurlijk op dit moment nog steeds de nummer 63 aan de leiding. Niemand meer, maar Steve gaat bovenop. En dan de aanval van de nummer 22 met nog 4 ronde wedstrijd. Dit wordt een geweldige man. Hendrik de Zoskamp, hij wil de eerste plaats. Hij zal. Lijkt hij stil te vallen en dan is het weer Mark Kleinvinder die probeert naderbij te komen, probeert aan te kampen en dan weer richting de Zuidpool. En dan is het weer de nummer 22, want ook al pakt hij hier de wind aan, dan moet hij nog steeds 2 punten achter. Houdt hij de motor draaien, hij lijkt wat moeite met de helemaal uit de baan. Davy Belter, de man onder nummer 36 en die ziet in de Zuidbocht, is het bijzonder zwaar. Davy Belter, dat is een hoop P5. En dan is het Mean Machine, op een derde positie. Aan de leider nog steeds de mannen uit de Veluwe, uit Beker op Belter verstaan. Op P2, de nummer 63. De wedstrijd voor deze QB Special, deze snelle combine, ooit gebouwd door de man van Barend Schuiling. Ook Mark Stoude wordt hier afgevlacht door de aankomstrechter en de vliegens vlogge vaardige vingertjes in de auto van schaapkenje.com. Die vertellen en ze schrijven en proberen alles op een correcte wijze op papier te gaan krijgen. Wij gaan zo dadelijk door met de tweede man.